Ja, mijn naam is Henry van Veldhuizen van Waterschap Vallei en Veluwe. En naast mijn werk bij Vallei en Veluwe ben ik landelijk betrokken bij het thema geneesmiddelen uit water. Zowel bij de STOWA als het gaat om onderzoek, als bij de Unie als het gaat om beleid. En samen met de Unie, met de STOWA en met het Rijk proberen we op het vlak van medicijnen uit afvalwater, uit water, de krachten te bundelen. Wat we vandaag hebben gedaan is dat we aan de ene kant gekeken hebben als het gaat om onderzoeken die lopen en die plaatsvinden op zuiveringen. Wat is de stand der techniek? Wat weten we nu? Hè? Wat hebben we inmiddels geleerd? Wat zijn de rendementen? Wat zijn de effecten die het heeft op het water? Dat is gewoon de bestaande technieken of de bewezen technieken. Hoe staat het daarmee? Daar hebben we een aantal mooie voorbeelden van gezien. Zoals vanuit de Schone Maaswaterketen, vanuit de Zoetwaterfabriek op de Grote Lucht. Van het Pilot Gezond van PWN en Hollands Noorderkwartier op Wervershoofd, de Zuivering Panhil in Limburg. Daarnaast hebben we ook vooruitgekeken. Hè. Er is ook een ambitieus onderzoeksprogramma van een aantal kennisinstituten die gezamenlijk 5-tal projecten hebben geselecteerd die ze gaan financieren op wetenschappelijk niveau. Wat mij opvalt is dat als ik een jaar terugkijk, toen hadden we nog heel veel vragen. Van, hè, wat doet ozon, wat doet actief kool? En wat zijn er nog van alternatieven? Zijn dat de techniek of kunnen we het op een andere manier doen? En ik denk dat we nu een jaar verder nog lang niet alles weten, maar wel heel veel antwoorden hebben op die vragen die we toen hadden. Dus we hebben echt stappen gezet. Dat is wat me vandaag eigenlijk opviel. Dus als je de vraag stelt van kunnen we nu aan de slag? Ja, we kunnen nu aan de slag met elkaar. Dat wil niet zeggen dat je zomaar kunt bouwen en dat je weet wat je moet bouwen. Maar wel dat je nu stappen kunt zetten. Volle dag. Een hele volle dag.